Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Ja, Danny Bouws, je staat dan in de basis in zo'n wedstrijd. Hoe was dat? Ja, hoe was dat? Ja, we wisten van tevoren hoe we wilden spelen, wat het strijdplan was. We hadden donderdag getraind. De trainer meldde toen ook dat hij me graag voor die positie wou gebruiken. Ja, dat is toch wel even wennen. Nou ja, aan de ene kant, je speelt eigenlijk gewoon met twee rechtsbacks, om het zo te zeggen. En met balbezit speel je als rechtsbuiten. Dus ja, ik denk dat we het heel goed hadden staan. Ze kwamen er niet doorheen, creëerden nauwelijks kansen. En dan, ja, overtraining of niet, kreeg een goal tegen, 2 minuten voor rust. Dus het was wel even een slechte timing, om zo te zeggen. Maar, ga je dan de rust in? Ja, toch wel even met een klote gevoel, zeg maar. Maar uiteindelijk, aan de andere kant hebben we tegen elkaar gezegd in de kleedkamer van, we geven niks weg. We waren een paar keer gevaarlijk uitgekomen. En die kansen komen in de tweede helft ook nog wel. Daar hoef je er nog maar eentje van te maken. En dan kan je de boel weer dichtgooien en misschien in de counter nog eentje prikken. En ja, dat werkte. Hoe was het voor jou om op de positie te spelen waar je vroeger ook altijd op speelde? In je jeugd volgens mij? Ja, klopt. In de jeugd veel voorin gestaan, spits rechtsbuiten. Toen, toen aan de B zeg maar weer rechtsback gestaan. Dus de positie was niet helemaal onbekend. Maar natuurlijk was het wel even weer even wennen omdat ik een paar jaar niet meer heb gespeeld. Maar ja, ik kan prima de taak uitvoeren op die positie. Wat vond je van Jong AZ? Ja, een jonge, frisse ploeg. Natuurlijk een andere samenstelling dan normaal. Dan hebben ze wat spelers van het eerste erbij. En die kunnen toch wel iets meer het verschil maken. Was dat al het geluk van jullie vandaag, dat die spelers er niet bij waren? Ja, ik denk dat, ja, als je ziet, Tankovic doet regelmatig mee. Friday, dat zijn toch wel spelers met kwaliteit. En ja, er zijn nu jongens van 18, 19 daarvoor. Ja, die hebben ook wel kwaliteit, maar die jongens hebben net meer iets ervaring. Dus ja, misschien hebben we daar geluk mee gehad. Ja, ik denk het. En volgende week tegen AFC, hoop je dan dat je weer in de baas staat? Ja, waarschijnlijk wel. Maar is dat wel hoe de trainer de komende weken wil spelen? Ik denk dat hij puur voor deze wedstrijd mij op deze positie heeft gezet. Ik ga er niet vanuit dat hij elke wedstrijd zo wil spelen. Want ja, dat is ook natuurlijk niet de bedoeling. Dus ik denk dat hij volgende week gewoon dat hij van wedstrijd naar wedstrijd kijkt. Hoe speelt de tegenstander? Wat ben je daarvoor nodig? Dus ik denk dat het daarmee aan ligt. En ja, dan gaan we zien hoe we volgende week gaan spelen. HHCTV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.